Ik ben de docu aan het kijken van Nikki Tutorials. En ik heb gelukkig YouTube Premium. Dus ik kan gewoon alle afleveringen al bekijken. Super chill. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Het is vandaag oudjaarsdag. Oh mijn god, het gaat echt zo snel. Onze vlucht was dus de 28ste. Nee, de 29ste. En ja, de eerste dag gaat gewoon zo snel. Opeens is het oudjaarsdag. Oh my god. We hebben lekker ontbeten. En vandaag ga ik even niet sporten. Want vandaag is Nesimus naar een best wel populaire gym hier gegaan. Echt een beetje voor mannen en zo. Hou er heel graag naartoe. En ja, ik dacht ik ga vandaag niet mee. Ik gewoon lekker rustig gaan douchen. Ik heb me helemaal ingesmeerd met zonnebrandcrème. Ik heb een blouseje aangedaan van de Zara. Voor over mijn badpak. Ik heb allemaal van deze blouses gehad. Ik vind ze echt zo chill voor over mijn badpak heen. Dan hoef je verder eigenlijk ook helemaal niet na te denken over een outfit of zo. Echt heel chill. Toen we hierheen kwamen dachten we echt, we gaan echt voor een heel gekke planning met oudjaarsdag. We gaan feesten, dit en dat. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet in de mood daarvoor. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon lekker met z'n tweetjes. Lekker rustig of in het hotel blijven of even een wandelingetje doen. Maar niks spectaculairs, denk ik. Sowieso gaat het vandaag echt overal mega druk worden. Dus ik denk dat je niet echt naar de hotspots toe moet. By the way, wat ik echt nog wel melden. Ik ben gisteren langs de Zara hier gegaan. De Zara is hier abnormaal. Echt zo mooi. De vrouwen dragen hier natuurlijk heel andere dingen. En dat merk ik ook echt aan hun collectie. Heel veel jurken, lange jurken. Heel overdreven. Ik vind ze echt, echt. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb ook echt een jurkje gescoord en een topje. Dus ik ben daar echt heel happy mee. Ze hebben ook echt andere soort schoenen. Echt heel overdreven. Heel veel glitters. Poespas. Tassen met parels. Weet ik veel wat. Ik ga er van de week denk ik echt nog wel een keer langs. Want ik vond het echt heel erg leuk. Ik ga denk ik alvast even mijn tas inpakken en naar het zwembad toe. Tot als je hem terugkomt. Maar ik neem altijd overal mijn föhn mee. Maar die is onderweg gewoon kapot gegaan. Dus nu gebruik ik alsnog de föhn van het hotel. En ik baal er echt van. Dan duurt het mij gewoon echt mega lang. Guys, Nesim is weer terug van het trainen. En wij gaan nu lekker lunchen op hotelkamer. Oh, middag, gelukkig jaar. Nou, guys, wij hebben ons weer omgekleed. Ik was even iets aan het zoeken op mijn neus. Ah, gaffer. We hebben ons weer even omgekleed. We willen heel graag even snel foto's samen maken. En daarna gaan we even snel een hapje doen. Het was wel donker hier. Ja. We proberen nog even ergens te eten, maar alles is gewoon volgeboekt. Dus we gaan gewoon naar de dichtbijzijnse mall. Dus niet Dubai Mall, want anders gaan we echt in de file staan. Ja. Even snel een hapje doen en dan denk ik dat we vanavond weer gewoon naar het hotel komen, hè? Ja. Dat is een beetje de planning. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb een topje aan van de Zara. Die heb ik hier gescoord. Een broek aan van de Zara. En ik laat jullie even mijn schoenen zien. Kan je mijn schoenen laten zien? Doei. En filmen. En dit zijn mijn schoenen. Deze zijn van Missguided. Ik vind ze echt, echt heel leuk. Ze zien er wel een beetje raar uit meteen erin, maar goed. Of ze lekker lopen, dat is weer een ander verhaal. Maar ik vind ze wel heel mooi. We hebben net foto's gemaakt en we moeten nu even snel de taxi nemen. Het is nu 5:30, het wordt echt zo binnen 5 minuten gewoon donker. Dus we moeten echt even opschieten voordat we in de file belanden. We hebben net gevraagd hoe het druk is op de weg. En hij zei naar de mall waar wij naartoe gaan niet. Maar als je naar downtown gaat, dat we nu echt vast gaan zitten. We hebben echt een goede beslissing gemaakt om daar niet naartoe te gaan. Want ze zeggen, als je dus niet op tijd vertrekt naar downtown, heb je een heel grote kans dat je oud en nieuw in de auto gaat vieren. Op de snelweg. No way, gewoon. Precies, we rijden trouwens heel hard, hè. Ja. Ik wil nog wat melden. Deze reis naar Dubai is trouwens echt een... Ik wil zeggen, deze reis naar Dubai heeft ons echt een beetje wakker geschud. Want doordat wij hierheen zijn gekomen, missen wij Dubai gewoon nog meer. Omdat Dubai? Bali. Bali missen wij echt nog meer. Omdat echt, het is zo anders, hè. En we zijn hier natuurlijk wel vaker geweest, maar Bali bevalt ons gewoon veel beter. Waardoor dit, ja, hoe zeg je dat? Niet tegenvalt, maar het is gewoon leuk. Het is gewoon prima. Het is gewoon anders, zeg maar. Hier is alles, zeg maar, extra en chic en luxe. Allemaal. En ja, we hebben gewoon liever Bali, dus, maar het is ook goed om te weten. Maar dat was wel de beste optie voor deze periode. Dat is een stuk langer vliegen. Ja, ik denk dat wij gewoon meer houden van cultuur en eten en leuke gezellige mensen. En avontuur, zen, massages, alles gewoon. En natuurlijk is het gewoon ook gewoon lekker
betaalbaar is. Dan maak ik alles nog 10 keer beter. Dat maakt het nog beter. Ja, ik wil nog steeds echt een keer gewoon 3 maanden lang gewoon naar Bali. Je ziet hier echt letterlijk alleen maar gebouwen. Maar ja, genoeg geklaagd. Even genieten van het moment. Ja, anders lijkt het alsof we echt hier met tegenzin zitten. Maar het is totaal niet het geval. Heel weinig, ja. Want Nessie noemt het een blessing. Een blessing. Guys, we zijn er. Dit is wel een heel andere mal dan die van gisteren. Wel lekker rustig. Maar het is wel heel lekker rustig. Kijk hoe rustig. Na heel lang zoeken zijn we bij een Arabisch tentje uitgekomen. Een Libanees tentje. Die heet Criss Cross. Het is eigenlijk een fastfood tentje, maar wij hebben er nog iets gezonds van gemaakt. Kip komt er nog aan. Maar we hebben hier dus torsoen, tabula. En Fatouche. Looking great. Zonder friet. Maar dit is dus ons eten, guys. Heerlijk. We zijn nu bij een winkel en ze verkopen allemaal verschillende dadels. Ook de dadels die gevuld zijn met pistache. Dus we hebben even een doosje gemaakt met allemaal verschillende dadels. Je kan allemaal van die doosjes kiezen. Echt leuk om cadeau te geven ook. Guys, wij hebben lekker gelopen in de mall. Een dekentje erbij. Nu zitten we lekker buiten met een dekentje. Gaan we even een koffietje drinken voor we terugkeren naar huis. En we zijn nu al helemaal kapot. Maar we hebben dus gehoord dat downtown helemaal wordt afgesloten. Dus mensen kunnen daar niet eens naartoe. Naartoe? Wat heb jij besteld? Huh? I have... Wow, dat is de meter. Dat is de eerste keer dat ik hem hoor. Lekker plekje. Wat heb je besteld? Ik heb traditionele Moroccan tea. Ik heb iets heel geks besteld. Ik heb traditionele koffie hier vandaan besteld met cardamom. Ik heb wel thee met cardamom gehad, maar koffie met cardamom nog niet. Oh, lekker hoor, Nes. Moroccan tea. En je krijgt hier dus bij elke koffie zo'n dadel. Maar deze is echt helemaal nat. Mijn koffie is zo lekker. Dat is... Volgens mij heeft het alleen maar over eten vandaag. Dit is niet normaal. Echt? Wat smaakt het dan? Cardamom in je koffie. Oh my god. Ruik je het? Ik ruik het wel, joh. Thank you, sir. Maar wil je het proeven ook? Nee. Nou. Ik ga een theetje drinken. Oké. Even lekker. Ik ga denk ik toch citroen. Citroen. Doe maar een beetje citroen erin. Ik ga er nog citroen in doen. Wordt het nog lekkerder. Oh ja. Zo tegen. Oh ja. Yes. Wat is dat? Lijkt wel alsof we dronken zijn, joh. Ja, maar echt. Drunk in Dubai. Happy New Year! Happy New Year! Ik kan ze trouwens niet laten zien, want ze zijn ingepakt. Het is namelijk een cadeau. Maar kijk dan, echt cute. En hier zitten dus allemaal verschillende dadels in. Ik vind het echt een heel mooi cadeau. Vooral Arabs waarderen dit soort dingen. Kijk, guys, we hebben een dutje gedaan. Is moet nog eens aan het slapen. En we gaan zo even een wandeling doen bij het strand. En dan heb je straks heel mooi uitzicht. En ik dacht, ik probeer even een andere look. En toen heb ik rode lipstick opgedaan. Echt. Ik weet nu precies waarom ik nooit rode lipstick draag. Want het is echt zo lelijk bij mij. Het is echt gewoon niet normaal. Eeuw, gewoon. Ik moet echt bij nude houden. En ik moet gewoon nooit meer dit soort gekke kleuren op mijn lippen doen. Guys, dit is mijn New Year's outfit. Ik heb gewoon krullen, as usual. Ik verander nooit van kapsel. Ik heb gewoon nude make-up op. Zie je helemaal niet. Topje van Missguided. Echt heel mooi met veertjes. Rock van Zara. Oorbellen heb ik ook van... nee, die heb ik van ASOS. Ze zijn van het merk Monkey. Dit is mijn gekke man Nessie. En dit worden mijn schoenen eronder, die ik vandaag ook aan had. En deze passen er perfect bij. Ik zag echt gewoon perfect onder mijn outfit.
guys. Mijn hakken gaan weer uit, want wij gaan lekker een strandwandeling maken. Over een half uur is het alweer middernacht. Guys, wij zijn nu aan het strand. Ja. Yes. Echt super gezellig. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij focust niet, want het is echt heel erg donker. Kijk. Kijk ons hotel. Echt super mooi. En kijk de andere kant. Zie je ook echt wat? Ja. Oh, wow. Ja. En straks gaat hier natuurlijk helemaal vuurwerk af. Ja, rook. Dat is wel leuk hoor. Kijk hoe mooi nu al. Hallo? Nog 5 minuutjes en dit is het nieuwjaar. Spannend! Yes. Trouwens, dit is onze eerste nieuwjaar in het buitenland. Oh, dat klopt. En we wouden eigenlijk al 3 jaar lang naar Dubai voor oud en nieuw. Dus ons uiteindelijk wel gelukt. Het is gelukt. Hallo jongens, hallo, wij allemaal. Willen jullie een Happy New Year toewensen. Yes. We hebben net een vuurwerk meegemaakt. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Mogen al jullie wensen uitkomen. Meer blessings voor iedereen. Hij meer gaat zijn woordje blessing iedereen. Er weer in gooien. Ja toch? En ik hoop dat 2021 een heel mooi jaar wordt. Ja. Ja. Bij plezier. Het is zo grappig hoe deze nu open gaan. Ja, twist. Zoveel salades gehad, doe maar. Oh, je hebt alleen maar salades gegeven tot nu toe. Dat is niet normaal.